Dit is gewoon echt mijn probleemgebied. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Wat gezellig dat je weer kijkt. Vandaag wil ik eigenlijk aan jullie wat meer gaan vertellen over een nieuwe manier die ik ben gaan toepassen om af te vallen. En ik wil jullie onder andere gaan vertellen wat het voor mij inhoudt en hoe de eerste week is bevallen, waarom ik het ben gaan doen, wat ik precies wil bereiken ermee, etc. Dus ben je er nieuwsgierig naar? Kijk vooral even verder en doe alvast een duimpje omhoog. Zo, nou ik dacht laat ik maar gewoon aan jullie gelijk zien wat ik graag zou willen bereiken. Ik zou heel graag ongeveer 6 kilo willen afvallen. En met name mijn probleemgebied is echt dit, mijn buik. Alles wat ik eet gaat ongeveer direct op mijn buik zitten. Dat is echt een, ja, ik heb er al vaker over geschreven, dat is echt een appelfiguur. En ja, daar zou ik toch wel heel graag een stukje van af willen. Dit is gewoon echt mijn probleemgebied. En dat, ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer, maar dat is gewoon niet anders. En aan de andere kant denk ik ook wel eens, ja, ik heb 2 kinderen gekregen. Prachtige kinderen. Ja, en ja, dat de boel dan een beetje oprekt, dat is misschien ook niet zo heel erg gek. Ik ben altijd vrij slank geweest en dat ben ik dus ook gewend. Ja, ik woog meestal rond 53, 54 kilo. En ik had altijd de kleinste maatjes en alles paste me altijd. Dus ja, hè, nu ben ik dus echt wel een stuk zwaarder. Ja, en ik had al wat dingen geprobeerd. Zo heb ik Weight Watchers geprobeerd. Dat zijn dingen die voor mij persoonlijk allemaal niet werken. En ik denk gewoon dat als je wil afvallen, dat je echt iets moet vinden wat bij jou past. Hè? Bij je levensstijl en dat soort dingen. Ja, en toen heel toevallig, toen las ik vorige week zaterdag over intermittent fasting. Ik ken het nog helemaal niet en ik las daarover dat er verschillende manieren zijn. Wat ik nog wel even wil zeggen, hè, ik ben geen expert, ik ben een leek hierin. En ik wil jullie gewoon wat meer erover vertellen, over mijn persoonlijke ervaring. Dus mocht je meer hierover willen lezen, check dan even het internet. Zoek even wat betrouwbare artikelen op, dan kan je daar wat meer over lezen. Maar in ieder geval, intermittent fasting betekent dus dat je met tussenpozen gaat vasten. En je hebt verschillende manieren om dat te doen. Je kan bijvoorbeeld een paar dagen vasten en dan weer een paar dagen eten. Je kan 1 keer per dag een maaltijd eten. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ik dacht, ja, weet je, dat is het voor mij gewoon niet. Wat voor mij wel, wat ik gelijk dacht, ja, dat is goed voor mij, is om je ontbijt te laten staan. Ik, vanaf kind af aan, ben ik gewoon geen ontbijter. Mijn moeder die moest 's ochtends al, die stuurde mij de deur uit met een appeltje in mijn hand. En dan, ja, gooide ik die stiekem weg. Maar is gewoon niet mijn ding. En deze manier van vasten is dus om je ontbijt te laten staan. Dus wat je doet is van 12 tot 8 uur ga je eten. En dan eet je gewoon normaal. Dan ga je niet als een gek zitten eten, maar dan eet je gewoon normaal. En dan vanaf 8 uur eet je niks meer tot de volgende dag 12 uur. En ja, dat, voor mij werkt dat gewoon echt super fijn. Die ochtenden, ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus 11 en 12, dan krijg ik het een beetje moeilijk. Dan denk ik, oh, ik zou nou wel wat lusten. Maar eigenlijk gaat dat prima. En wat ik dan heel erg grappig vind om te merken is, dan eet ik om 12 uur zeg maar mijn eerste maaltijd van de dag. En ik had altijd heel erg de neiging om 's middags te gaan snaaien. Dat heb ik niet meer. Ik heb gewoon, ik eet wat. Vaak of het zijn beschuiten met kaas met groente en fruit. Of het is de laatste altijd bijvoorbeeld snel even een boterham. En weet je, het verschilt heel erg. Maar ik heb niet meer tussen de middag echt die snijdrang. Ik had zelfs van de week dat mijn kinderen chipjes zaten te eten. Normaal zou ik lekker meedoen. Maar ik dacht van joh, nou ik heb er helemaal geen trek in. Dus ik denk dat dat voor mij persoonlijk echt heel erg goed is. En dan eten wij meestal rond 6 uur eten wij onze avondmaaltijd. En ja, dan eet ik ook altijd wel goed. Vaak schep ik wel 2 keer op. En na 8 uur mag ik dus niet meer eten. En dat is dus voor mij wel heel moeilijk. Want ik ben dus zo iemand die voordat ze naar bed gaat om 10:30 nog even lekker dikke plakken kaas gaat zitten. Of dikke blokken kaas gaat zitten eten.
Nou, dat kan gewoon niet meer. En dat heb ik ook in mijn hoofd. Na 8 uur is het gewoon klaar. Als ik nog iets wil hebben, dan moet het voor 8 uur. Mentaal is het toch goed voor mij. Fysiek denk ik wel van... Of dan ja, heeft mijn buik wel zoiets van... Nou ja, ik zou wel wat lusten. Maar ik doe het gewoon niet. En na 4 dagen ben ik 1,5 kilo kwijtgeraakt. En nu een week 2 kilo. Dus ik denk, wauw, als dat zo doorgaat, ja... Dan heb ik wel heel erg geluk, denk ik, dat ik iets heb gevonden dat bij mij past. En nou ja, dit is dus de eerste week. Wat ik nog een groot voordeel vind is... kijk, nu ga ik om 12 uur eten. Hè? Dan eten mijn kindjes ook. Maar stel, je hebt een feestje 's avonds. En dan kan je ook zeggen van... joh, ik ga om 2 uur pas mijn eerste maaltijd eten. En dan kan ik tot 10 uur door eten. Dus dan stop je pas om 10 uur, zeg maar. En dan kan je nog een wijntje drinken 's avonds. Of een bitterballetje eten. Of noem het maar op. Dus je hebt daar ook best wel de vrijheid in. En dat spreekt mij ook wel heel erg aan. Dat ik dat gewoon een beetje allemaal zelf kan regelen. Tot nu toe ben ik heel enthousiast. Zoals je waarschijnlijk al wel een beetje kan merken. Ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten op de langere termijn. Dus ja... Ik weet niet of jullie daar benieuwd naar zijn. Laat het me weten onder in de comments. En ook of je dit al kende, deze manier van vasten. Ik heb een etendagboek bijgehouden deze eerste week. Ook voor mezelf een beetje als stok achter de deur. Die zou ik of deze week nog of volgende week even op mijn blog www.twinklebella.nl publiceren. Dus ben je nieuwsgierig? Neem daar zeker even een kijkje. En ja, ik ben heel erg benieuwd ook naar jullie tips en trucs om af te vallen en hoe jullie daarmee omgaan en of jullie nog mij dingen kunnen aanraden of juist niet. Ja, laat het hieronder in de comments allemaal even weten. Ik ben super benieuwd en ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, kan dat even heel makkelijk door hier te klikken. En ik zie je heel graag weer de volgende keer. Doei doei!